Zoals elke brief een antwoord waard is, zo schreef ook de kaptein een antwoord. Maar het antwoord was geheel vervat in termen hem eigen en luidde aldus. Jonge juffrouw, toen ik uw brief straks had gelezen, kreeg ik een kriebeling in mijn lijf. Je moet er maar niet kwaad om wezen, dat ik dat zo royaal wegschrijf. Ik dacht bepaald dat ik zou stikken, ik lachte me uit de naad. Maar mij zei dan de haak niet pikken, al viel je broer ook van de graad. Je bent misschien een heel goed vrouwtje, maar toch niet voor een zeekaptein. Die houdt wel van een hartig boutje, jij schijnt met een droogheid hard te zijn. Het verwonderen die dat in me schrijven, ik kom geen portretten vroeg. Dat is niet nodig bij de wijven, hun brief is al portret genoeg. Wat dunkt, ik zie u in gedachten, met een warme stoof erbij de schouw. Je broer zit al met smart te wachten, dat je de kien dood krijgen zou. De tijd ziet zitten in de kooien, het hondje kwispelt daar van pret. Loren zit de aap te vlooien en poes lief warmt alvast je bed. U ziet, ik kan heel aardig tekenen, die huiselijke gezelligheid. Als je op mij maar niet wil rekenen, ik hou niet van die aardigheid. Ik zie mijn oom met de visite aan het zingen op de Walmbee. O mens, ik zit nou al te genieten van je peperen koek en je koppie thee. Je bent geen schip om zee te bouwen, alleen je nog zo'n brave moed. Ik ben niet dom op dikke vrouwen, een slank fragat is er wel zo goed. Wanneer ik in jouw zog moet varen, kwam ik nooit weer aan de wal. De duivel zal me ervoor bewaren, dat jouw barkas ooit draaien zal. Maar denkt, u hebt u wel begrepen, ik ben een te goed bevaren gast. Om op een brak me in te schepen, ik waag niet zo licht van de ribbenkast. Nou hoop ik niet dat je gaat grienen, als soms mijn briefje je verdriet. Ik kom heel graag eens met je kienen, maar met je trouwen lekker niet.